Hallo allemaal, beste mensen. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed. Blijf gezond. We waren met de lift gaan reizen. Naar beneden, als ik me niet vergis. Wow, ik zei wel, ik wil gewoon die kwestie doen, maar ik denk dat ik best wel moet doen, want er zijn zoveel mobs hier, oh, dat is niet normaal. Die zien we nooit meer terug. Weer een pas object. Empress Casino Chip. Alweer een Casino Chip. Mag je met je 5? Ja, dat was de slaapval. Nou, moet jij je met mij bemoeien? Ik heb een andere op het oog. Thank you.
Ah, sneeuw is toch zacht? Oh, niet zo zacht dus. Oké. Okay. 412 meter teruggegooid. Nou, laten we hem weer gaan mounten dan. Vergeet maar steeds mijn wekker uit mijn tijd te zetten, dat is een dikke man. Hello, darkness, my good friend. What? Hmm.
Zet die zoom maar uit. Oh, dank je. Standing army outside is being wiped out. Someone or something is on its way here. My divisions almost have the force field reset, but we're still sitting duck. Waarom ken ik dat niet? There have been several assassinations of House School officials. Security systems were down by the generator explosion. In my opinion, House Olgo is behind all this. Your opinion is about to change. I'm here for information on Jason Wilson's family. Intruder! Michelle, get behind me. None of you panic. I'll handle this. Sif, did I hear you right? You perpetrated all this in search of my former handmaiden? I doubt you would have taken my call. It might have worked. I'm a practical woman. You have decimated my forces outside. They were to be deployed to secure a part of my front that's about to fall. Now I have no reinforcements. You seek information only I have, and my front needs bolstering. Perhaps we can help each other. I'll kill your entourage one by one until you give me what I want. Go ahead. I'm not a commander with a soft heart. My actions are always dictated by the big picture. Kangaroo Prim and Blanks knew the risks of serving a general. It would be a waste of effort to kill them. Even if you destroy my fleet of a servant, you'll still get nothing from me, unless you agree to defend my front from Olgo. I will not back down. This isn't working, Sif. I am not so... I am not so easily broken. No, stop, please. Blanks is my lover. I'll tell you everything. Just please don't kill him. Jason Wilson's parents are servants in Castle Organa. They are stationed on the Central Tower. Here, take this. It's a passkey that will gain you entry to their chamber. Just please stop choking Blanks. Your stubbornness has sealed his fate. No! You are cruelty. I hope my Organa brothers cut you to shreds as you try to invade our castle. Your life is about to end. So. Voor het eerst dat ik dit gedaan heb. Want ik had geen zin om die golven met mops te maken. Ik denk, flikker op, dat gaat zo lang duren. Er moet een makkelijke manier zijn en die is wassig. Find Jason Wilson's parents.
You got to be alive. Eén keer was ze vet het er niet mee eens, de andere keer heb ze niks gezegd. Dus ze weet ondertussen wel hoe ik in mijn kast zit. Daarom ben ik blij dat Jason wel bij me heeft. Dan kan ik gewoon evil zijn. Ik zat er nog aan te twijfelen, zal ik wit doen? Ik denk, ik heb al te veel wit gebruikt. Er komt niks meer in. En het is maar een spelletje, het zijn pixels, dus het zijn geen echte mensenlevens. Ik heb het geloof ik al een keer eerder in een video uitgelegd. Dus ook met dit spel speel ik voor Jedi. En toen had ik de keuze om een drankje te geven om een kind te redden of een heel leger te redden. Toen heb ik gekozen voor het hele leger. Ik heb daar kritiek over gekregen dat mensen zeggen, je moet het kind redden. Hallo, het zijn maar pixels, het is niet echt. Een kind of 20 soldaten, ja. Dan kies ik liever voor de soldaten. Het is rancune, ik weet het, maar toch. Het is wel waar. En sorry, ik ben in een normale leven ben ik iemand die heel braaf en netjes is. En in spelletjes vind ik het heerlijk als ik me eigenlijk kan uitjagen. Ik heb beter hier dan dat ik het op straat doe. Niet dat ik op straat kom, maar stel je voor. Nou, die moeder die mij ook niet wil geloven, die vader die wil me wel geloven. Dit is een stukje dat ik ook nooit zou kunnen vergeten. er zit ook een Jedi bij. Die wil me aanvallen. Ja, je moet heel wat... Oh ja, daar verdien ik denk ik ook nog witte punten. Dus ik ben blij dat ik nu geen witte punten heb gekregen. Oh god, het is er weer zo eentje. Ik stop de video hier, want ik denk dat ik alweer over de 30 minuten ben. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video. Doei!